Wat doe ik hier eigenlijk? Nee, grapje. Zo fiets je echt nooit op een OV-fiets. En zo fiets je in één keer twee keer in één week op zo'n stom ding. Spreek Bach erop bij mij. Ik ken je nog niet hoor. Ik ben aangekomen in Apeldoorn. Daar woont één van mijn beste vrienden Bach. En hij had vandaag een superleuk idee. Waar we zelfs kaartjes voor hebben moeten kopen. Dus om even wat afleiding te hebben van het komende examen. Want dat ga ik hebben namelijk. We hebben nu het laatste half jaar van school. Ik ken Bart ook van school. Vandaar dit verhaal. We hebben het laatste half jaar van school. En we moeten examen maken. En wij doen alles met video en film. Dus wij moeten een documentaire gaan maken. Tenminste, ik ga een documentaire maken. Wordt heel leuk, maar heel veel stress, heel veel gedoe. En daarom, om even wat afleiding te hebben, gaan we vandaag even wat leuks doen. Ha, Badje! Oh, tering, morgen! Wee. Hoe ver is je fietsen? 950 meter. Ik dacht bijna dat je kilometer ging zeggen. Nee, ik ben zo brak. Ik ben zo brak. Ik kreeg allemaal van die spraakmemo's van hem doorgestuurd met zijn verkrekte stem. En hij was helemaal een get voor deze man. Weien, station, weien. Ik heb zoveel hoofdpijn. Jezus. Toen ik 18 was, kon dit nog allemaal, maar... Oh, je bent nu een jaar ouder. Ja, ik ben nu 2 jaar ouder geworden. Oh, 2 jaar ouder, oh ja. Klopt, ja, ik ben net jarig. Dan is het best wel lastig ondertussen. Oh, kijk, wacht even hoor. Kijk, dit ding schoot net in mijn ballen, dus ik heb heel veel last van alles wat daar beneden zit, ja. Oké, dat werkt niet. Hey, maar hoe dan? Hoe ging die dan omhoog? Net zo makkelijk. Ja, omdat jij zo'n dikke boenda hebt. Oh nee, ze kwam niet mijn boenda terecht. Hier, kijk, dit ik kan ook zo gaan zitten. Nee, dat doen we niet. Nou, wie wil ook een... Ik vind dit wel heel mooi trouwens. Oh, dit vind ik ook wel mooi, ja. Netjes gedaan. Nee, volgens mij zit hij op slot. Waar zijn we eigenlijk? We zijn in Apeldoorn. Ja, dat heb ik al verteld, maar wat gaan we doen? In Apeldoorn chillen. Ik leg het wel even uit. Er is een soort van Fino Kilo heet het. En dan kan je allemaal vintage kleding kopen voor per kilo prijs of zo. Dat is super leuk. We gaan even kijken. Want vintage is helemaal in de mode. En wij willen meegaan met de tijd. Ik dacht alleen dat we een pashokje in gingen met z'n tweeën. Dat komt ook nog wel. Je liet me trouwens hangen, lul. Alleen dat we een pashokje in gingen met z'n tweeën. Dat komt ook nog. Nou, niet mijn lul hangen, maar je liet mij hangen. Lul. Dat is straks. Ik dacht echt dat het in een lood zou zijn. Maar dit ziet er wel gewoon luxe uit, hè? Ik ben benieuwd, ja, ouwe. Ik kan helemaal niet shoppen. Ik ook niet. Ik kan ook niet shoppen. Ik ben hier ook maar mee voor weet ik veel wat. Dit is wel wat voor jou hoor, zo'n jasje. Ik vind het best wel ziek. Ja, dit is wel wat voor jou. Staat je wel. Ja, het is veel te groot. Ik zou hem doen. Nee, maar dat is mode hè, te grote kleding. Nee. Dit is jouw stijl, dit past bij jou. Nee, dat is te groot. Oké. Ik weet ook echt niet wat ik hier moet gaan zoeken, Bart. Ik weet het echt niet. Wat doe ik hier eigenlijk? Nee, grapje. Wow, ja, kijk, ga ik echt alsof ik echt heel erg zeg. Dat was een grapje. Ik vind het heel gezellig. Dit is ook wel goed. Deze, maar dit is een beetje kerst. Wat? Dit is kerst. Ja, die heb ik nog nodig. Een kerstdraai. Oké. Okay. Ja, dit is hier wel grappig. Leuk, goede muziek hier, hè? Ja. Ja, ik vind echt goede muziek. Alleen, ja, ik denk niet dat ik hier iets in vind. Want ik ben niet zo goed in shoppen en zoeken. Foute kerstdraai. Ja, die is wel echt fout, ja. Komt die aan hoor, met zijn dikke grap. Oh, die van 2/3 nog, denk je? Jawel, die haal je wel. Oké, okay, welke spoor is dat? Dan kom ik nog op tijd voor mijn werk ook. Spoor voor mijn achterkant. Oké. Okay. Doei, Bart. Ik heb hem net gehad, ik kom nog op tijd voor mijn werk ook. Ja. Dat is wel chill. Ik was kort naar krachten, Bart. Succes met fietsen.